Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Simon, welkom bij een nieuwe video. Je vraagt je nu vast af van what the fuck, waarom zijn we op dit account? Dit is een manier dat ik kan wel op horen te spelen voor de Team of the Year Marcello, de trinken Team of the Year Marcello. Maar we gaan namelijk voor deze aflevering een FUDWAF doen op mijn hoofdaccount. En als wij veel coins krijgen, dan ga ik het gewoon allemaal overzetten. Deze FUDWAF spelen we dus gewoon voor de training to Team of the Year Marcello. Hopelijk vinden jullie het leuk, doe nu allemaal alvast een blauw duimpje omhoog. En subscribe jullie alvast op Twinity. Dan gaan wij starten met de FUDWAF. Hopelijk krijgen we een hooggerateerde FUDWAF en kunnen we gewoon ver komen. De coins worden dus allemaal gesponsord aan de Trading to Team of the Marcello. We krijgen 3-4-3 op lijn. Die gaat natuurlijk pakken. Dat is de beste positie die je maar kan krijgen. En dan moet je een Team of the Year hebben. En dan heb ik de man hemzelf, Team of the Year, Messi 99 rated. Enorm sappig. Dan ga je natuurlijk altijd naar links voor. En dan, dan gaat het mis. Helaas gaat het dan mis. Dan ga ik meteen Bunky Boy zijn. Dan ga ik met de achterste reserve beginnen. Dat is meestal wel iets slims. Dan krijg ik Aubameyang, maar ik krijg ook Bale. En ik moet natuurlijk voor Bale gaan, maar Bale is voor de chemistry veel beter. Dus dan heb ik Bale en dan is rechtsmid helemaal niet meer belangrijk. Ga ik nou voor rechtsmid kiezen, dan krijg ik hier nog wel een rating voor Müller. Dan kan ik dan Bale daar alvast neerzetten. 23 chemistry voor 3 spelers. Dus helemaal niet slecht. Dan ga ik nu nog voor een Bunky Boy, want na Müller krijg je niet veel goeds, denk ik. Precies, Hulk, wel een goede voetballer, maar niet wat ik in de spits wil. Je moet namelijk die Suarez krijgen en ik krijg hier niks. Maar wel Vela. Kan ik mee leven? Ik hoef natuurlijk niet per se 190 FUDWAF te hebben. Ik bedoel, het zou leuk zijn, maar het hoeft niet. Hier krijg ik Parejo. Bunky Boy dan. Bunky Boy, kom op. Deze moet chill zijn. Dit is trap. Oké, nu moet ik een Team of the Year krijgen. Team of the Year, Modric of Iniesta. Krijg ze allebei niet. Krijg Matuidi. Dan pak ik hem en ga meteen naar links mid. Daar krijg ik, Conor Playanka, goede voetballer. Maar voor de rest heb ik niet veel aan qua rating. Oké, deze is wel chill. Je kan ook voor Isco gaan. Voor Lewa of Zlatan. Ik ga voor Lewa voor de rating. Volgende bank is Dybala. Nee, is niet Dybala. Dat is duidelijk die Maria. Dan gaan we met die verdediging. Die is belangrijk. De eerste verdediger is een goeie. Dat is Info Piqué. Kan ik mee leven. Goeie voetballer. Tweede kan ik niet meer leven. Dat is een, iemand die totaal niet in mijn team past. En hier moet ik een, dit zijn echt gewoon de vijf beste verdedigers van het spel, zowat. Allemaal linken ze niet. Ik ga maar voor in vorm Thiago Silva. En dan moeten echt wat dingen gaan veranderen. Want anders krijg ik nooit meer de 100 chemistry in het team. 87 rating op dit moment. Maar nu de chemistry nog. Hamsik, speler 1. Ik weet niet waarom ik deze ook bij de spitsen krijg. Maar oké. Ja. Neymar. Neymartje. Die kan op de plek van mijn, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan. Maar ik begin op de plek van mijn 3DM. De verdedigers, die zijn heel belangrijk. Verdedigers moeten goed komen. En hier hebben we Gomez of Sergio Roberto. Ik ga voor Gomez natuurlijk, die staat veel slimmer. Als ik hem nou hier zet, kijk, plus 5 chemistry. Nummer 7 chemistry en dan is het een 187 FUDWAF. Dat is natuurlijk wel wat ik wil. Of ja, wat ik wil is 190 FUDWAF. Dat krijg ik waarschijnlijk toch niet. Maar ik moet wel nog één BBVA verdediger hebben. Ik heb hier 2. Als ik zo kijk, dan gaat natuurlijk gewoon voor de hoogste rating. Ook veel snelheid, Gaia, goed seizoen. 98 kan misschien om tot Neymar in de verdediging staat. Nog één verdediger aan zijn binnen. Nou, deze is wel heel erg bies, maar niet wat ik wil. De keeper boeit niet veel. Ik ga maar gewoon voor de hoogste gerateerde. 85 plus 98. Ik kan natuurlijk nog een manager halen. Eerst eens kijken of we nog die glitch kunnen toepassen. Tot ik eventjes een 86 krijg. Oh, wacht. Klopt dat zo? Wat zei ik net? Ja, ik geloof dat het zo goed is. In ieder geval, nu 86 rated, nu 85 rated. Kijk, de glitch deed het dus wel. Even kijken wat ik nog hier aan kan doen. Nu heb ik 86. Nu heb ik 85. Nu heb ik 86. Oké, let op. Nu dit doe. En dan dit doe. Nee, wacht. Ja, 87. De glitches op dit spel zijn echt insane. Als ik die nou weer terugwissel, dan is het wel 86. Zie je, dit is echt heel vreemd hoe dit eigenlijk berekend wordt. Maar 87 plus 98 chemistry. Als we hier nog een goede manager weten te fixen, dan is het wel, wel redelijk. Maar we hebben hier eigenlijk helemaal niks hoor. Nou, totaal niks. Nou, dat is echt jammer. Nou, dan gaan we voor Arsene Wenger. Dan hebben wij een 184 drafje. En dan gaan wij hiermee spelen. Maar wacht even. Ik ga natuurlijk niet spelen met Neymar in de verdediging. Dus ik ga Neymar gewoon lekker op links voorzetten. Daar hoort hij wel echt thuis. Maar dan moet ik wel een nieuwe central back hebben natuurlijk. En die heb ik niet.
Dus ja, dan moet ik daar of op Bazaarli gaan. Ja, of ja, Bazaarli gewoon. Dat is heel jammer. Maar dan kan ik nog wel een 93 chemistry team ervan maken. En dan, ja, dan moet het maar zo, denk ik. Dan moet het maar zo. Bazaarli heeft 0 chemistry dan. 4 chemistry. Maar dan moeten we maar gewoon proberen de eerste wedstrijd te winnen. De eerste wedstrijd spelen we tegen een chemistry niet al te goed team. Bellerin op weinig chemistry. Ik zie daar Cech op weinig chemistry. Royce op weinig chemistry. Maar hij heeft wel Ronaldo, Messi en Griezmann. En Team of the Year en Modric. Daar moeten we voor oppassen. Maar op zich, rating is ongeveer gelijk. Chemistry is er mij beter in. Dus op basis van team kunnen we hem pakken. Nope. Ik ben zo ongelooflijk dom. Hoe kan ik dit nou doen, jongens? Nee! Penalty tegen. Cristiano Ronaldo, die gaat hem keihard erin schieten. Cristiano Ronaldo, natuurlijk schiet hij hem keihard erin. Ja, hij kan hier helemaal niks tegen doen. Oh, wij gaan hem nemen met Marco Reus. 0 chemistry. Ben benieuwd. Ik zag rechts. Ik zou... 1-0 achter. Gelukkig zijn we pas 16 minuten bezig, dus nog genoeg kans om een gelijk maken. Maar toch, het was geen verdiende penalty. Gewoon legt hem daar lekker in. Dat is, eerste kans voor mij. Wat? Dat is helemaal geen hoekschop. Dit is pas de eerste kans of zo. Krijgt hij meteen een hoekschop. Oh, hij is zo slecht, maar ik kan gewoon niet scoren. En dan komt hij met een omhaal. Maar dan moet hij hier weg. Nee, dit is weer zo slecht uitverdedigd. Dit is weer eens... Kameni. Deze wedstrijd, jongens. Ik moet winnen. Eerst hebben ze dus afgelopen en ik ga eventjes wisselen. Want ik wil gewoon meer dreiging voorin hebben. Dus Lewandowski komt erin voor Vela. En ja, Bazaki. Nee. Thiago Silva voor Kaya. Ik speel namelijk heel erg aanvallend. En Thiago Silva is wel echt een blok achterin. Lijkt me wel slim. Die twee dus erin voor Vela en Kaya. Ik ga nog een wissel doen met Tweedy voor Gomez. Hij bevalt me echt niet. En ja, daar moeten we maar gewoon ervoor gaan. Ik kan niet spelers wijzigen, ik kan geen opstellingen wijzigen. We moeten maar hopen dat we gaan winnen. Fuck, daar was ik zo dichtbij. Ik ben zo geconcentreerd en nooit. Ik ben er nooit zo geconcentreerd geweest. Ik wil dit winnen. Kort hoekschop of gewoon erin leggen. Ik denk dat ik gewoon erin ga leggen. Ik heb best sterke koppers. Dus wie weet. Oké, ik heb... Oh, ik zeg nog, ik heb best sterke koppers. En dan zie je maar weer... die was close. Die was zo close. Die Maria... Oh, dat doet pijn. Dit doet pijn. Ik ben veel beter. Ja? Is hoekschop. Slim. Is hoekschop. Dit was precies mijn bedoeling. Keeper blijft achter. Oké, gelukkig. Ik dacht dat de keeper minder voor kwam. Ik dacht, what the fuck? Deze gaat goed. Ah, wordt niet gekopt. Wel in de rebound nog. Dat wordt hier heel gevaarlijk. En dat wordt een vrije trap. Kom op. Een vrije trap op een prachtige plek. Op een prachtige plek. Ja, en dan gaat hij de lijn staan. Maar kijk die speler daar eens. Daar heeft hij niet bij nagedacht. Die speler. Oh. Oh. Die moest erin. Verlenging. Jongens, wat een wedstrijd. Niet normaal. We krijgen een verlenging. Ik had het kunnen afmaken net. Oh man. Ik heb geen wissels meer. Het was heel spannend. Hij heeft nu 3 wissels in de pocket. Ik ga er helemaal voor, jongens. Geloof me, ik ga ervoor. Yo! Nooit verwacht dat hij erin zat. Dit is motherfucking. Parejo, geloof ik. Ongelooflijk. Parejo. Kijk nou. Ik had het niet verwacht, jongens. Ik ben nog nooit zo geconcentreerd geweest. Ja, Cech staat er hier voor chemistry in Parejo. Scoort al 2 keer in deze wedstrijd. Wat een ongelofelijke beast. Nee, dit ziet er helemaal niet goed uit. Dit ziet er heel slecht uit op het moment. Alleen ja, dan gaat het ook wel... Oh, wat een goede verdediger. Wat een prachtige verdediger. Nee, dit is lucky. Dit is lucky. Eerste helft van de verlenging is klaar, jongens. 2-2. Dit had ik niet verwacht. Tweede helft, ik ga verdedigend spelen. Ik ga op die penalties. Helaas speelde het stuk waar het doelpunt kwam van de opnames af. Je ziet wel nog mijn reactie en de gameplay die daarna komt. Ik weet niet precies hoe het komt, maar hij staat in ieder geval niet bij de opnames. Ik kon er helemaal niks aan doen.
Die verdediger daar, wie was dat? Ik bestuurde hem niet, dat zagen jullie ook. Ik ben zo geconcentreerd, maar ik speel helemaal niet goed, jongens. Dit is echt zo slecht. Dit is zo fucking slecht. Nou, nee, het gaat niet lukken. En ik krijg geen penalty. Ik krijg nooit een penalty. Zo simpel is het gewoon. Ik heb altijd de pech op dit spel. En dan gaan we gewoon dadelijk in de eerste ronde wat eruit vallen. Door een ongelooflijk kutdoelpunt. Kijk nou. Ja, nu krijgen we dus wel een overtreding. Nu we het niet nodig hebben, weet je wel. Ik ga gewoon alles op de aanval spelen nu. En hopelijk kunnen we nog wat. Nee, dit is het einde. Dit is het einde. Kijk, daar gaat hij weer. De bal naar voren. Die weet dat hij heeft gewonnen. Want deze bal komt niet meer voorin. Deze bal komt niet meer voorin. Neymar verliest weer de bal. Dan is hij afgelopen. Dan is de wedstrijd helemaal afgelopen. Helemaal klaar. Helemaal weggespeeld. Ik ga hier nog een keer gewoon helemaal kut verdedigen. Want het boeit me niet meer wat hij hier maakt. Hij scoort nog een keer. Die kan je krijgen. Het boeide me niet meer de laatste minuut. 3-2, 4-2. Maakt niet uit wat we uiteindelijk hebben gemaakt. Het is gewoon een ongelooflijk slechte wedstrijd van ons geweest. Ja. Ik had gewoon niet mogen verliezen. Ik bedoel, de verlenging was al helemaal onverdiend. Omdat hij een fucking penalty kreeg, helemaal nergens op zoek. En ik 3 keer een vrije trap op moeten krijgen voor de 16 die ik niet kreeg. Nou, lekker. Afgelopen. Helemaal top. Eerste ronde liggen we al eruit. Super gezellig. Parejo heeft man of the match. Nou, boeit mij dat? Helemaal nul. We hadden al 500 coins hier mogen overzetten. Van de, ja. Van de dinges, weet je wel. En nou, hier krijgen we goud en zilverpakket. Nou, hyper de piep. Helemaal niks dus. Eerste goudpakket, gaan we gewoon skippen, we krijgen dat toch nooit wat uit. Het zijn die simpele easy cut pakketten. Eerste pack zit inderdaad helemaal niks in. 1500 munten, betekent dat we al 2k hebben. Voor de rest is de teamconditie. Ja. Die zijn maar wat waard, die zijn gewoon een k waard ofzo. Weer een k die we mogen overzetten, dat is wel redelijk. Maar ja, voor de rest zal het niet veel zijn. Discard is dan 1.5k. Dus hebben we nu al 3.5k, 4.5k die we mogen overzetten dadelijk. 4.5k plus deze pack. Dit is ook wel helemaal niks. Natuurlijk is het helemaal niks. Ja, deze kunnen we allemaal discarden. Dus weer 1500 coins. Ik ga trouwens deze even in mijn club zetten. Dat heb ik niet gedaan. Kan ik altijd wel gebruiken. Dus 1500 coins alweer. Dat betekent dat we ongeveer... oh wacht, wat wil ik hiermee doen? Dat betekent dat we... Wacht, ik doe gewoon alles discarden. Dat betekent dat we al ongeveer 6k mogen overzetten naar ons andere team. En dat is op zich best wel chill. Nog een spelerspakket, daar krijgen we toch niks in. Kunnen we wel discarden voor een hogere prijs. Dat betekent dat we met deze pack erbij... Kijk, krijgen we één raar, is het een zilver... een bronzen. Ja, deze kan we ook gewoon helemaal discarden. Weer een k. Dat betekent dat we 7k mogen overzetten naar het andere account. Dit vind ik echt zwaar kut op een eerste ronde eruit vallen. Had het nooit verwacht. Ja... Dat dit gebeurt. Ik snap het zelf eigenlijk ook niet goed. Maar het is in ieder geval wel gebeurd. Hopelijk wordt deze nog snel verkocht. Vond je een leuke video? Dan een blauwe omhoog. Dan zie ik jullie in de volgende aflevering van het Team of Team Marcello weer. Ik ben een beetje pissig. Begrijpen jullie zelf ook wel. Ik heb mijn best gedaan in die wedstrijd. En ik verlies hem dan. Kan niet goed tegen. Ik speel laatst sowieso niet echt goed op FIFA. Een tijd gehad dat ik wel heel goed speelde. De laatste paar potjes zijn echt super slecht. Hopelijk vond je het toch een leuke video? Dan een blauwe omhoog. En subscribe naar Twinity. Later.